We doen jou nog iets. Ja, ben je klaar om te beginnen? Ja. Hallo allemaal. Ik ben hier vandaag samen met Jelana. Ja, Jelana. En jij bent hoe oud? 6 jaar. 6 jaar. En Jelana is het kind van mijn vriendin Romy. En zij gaat mij vandaag opmaken, hè? Jij gaat vandaag make-up doen op mijn gezicht. En vind je het eng of leuk? Ik weet het niet. Ik heb nog nooit iemand make-upt in een vlog. Nee, heb je nog nooit iemand opgemaakt? Nee. Nee? Nee, alleen maar mezelf en mijn kleine zusje. Ah, lief. Nou, zij gaat mij vandaag helemaal mooi opmaken. En wat moeten de mensen doen? Abonneren? Op Sarah's kanaal. En ik heb geen kanaal. Je hebt geen kanaal. Nee. Nee, helaas nog niet. We gaan gewoon snel beginnen met de video, ja? Ja. Woe! Oh, we vergeten nog te liken. Liken, oh ja, liken. 12.000 likes? Nou, dat is wel heel veel. 12.000 likes. 12.000. Abonneren. Dan doen we allebei. Mooi. Oké, met wat gaan we beginnen? Weet je het nog? Nee. Foundation. Goed zo. Wil je die gebruiken? Dit is foundation. Ja. En dit is een soort puntig sponsje. Sponsje. En dan weet je wat je moet doen? Doe maar gewoon zo op mijn gezicht. Overal? Ja, overal. En jij hebt het nog nooit gedaan, hè? Nee. Ook niet gewoon in huis? Nee. Helemaal niks. Ik doe alleen maar mijzelf, maar daarvoor heb ik kindermake-up. Kindermake-up, ja. En kindermake-up is alleen maar lipgloss en oogschaduw, maar die is verkleurd. Is die verkleurd? Ja. Hoezo is die verkleurd? Daar zitten allemaal kleurtjes in. Oh zo, oké. Okay. Ja, is dat wel goed? Ja, is het zo mooi? Ja. Oké, okay, dan gaan we verder. Wat nou? Concealer, die lichte kleur hier zo. Ja. Weet je nog? Welke concealer vind jij mooi? Deze. Vind jij die mooi? Wil je die gebruiken? Deze. Deze. Nou, gaan we concealer doen, hè? Oké. Okay. Naar waar moet ik het doen? Een beetje zo hier en een beetje hier. Moet ik gewoon hier doen? Ja, gewoon een streepje zo. Ja, goed zo. Oh, is dit niet te veel? Nee, zo is goed. En in welke groep ben jij op school? Ik ben naar een andere school gegaan. Oh, heb je een andere school gegaan? Ja, ik zit in groep 3. Groep 3? Groep 3B. Hey, lijkt ook echt op je huid mooi. Ja, vind je het mooi? Ja. Maar nou heb je even geen school, hè nou? Nou heb je eventjes vrij. Ja. Vind je dat leuk of vind je het niet leuk? Soms wel, soms niet. Soms niet. Mis je school? Soms. Soms. Ja. Ja, ben je klaar? Ja. Oké, dan doen we ook een beetje poeder. Blush. Blush? Wil je blush doen? Ja. Ik kijk een beetje naar de dingen, naar de voorkantjes die mooi zijn. Alleen nog deze kant. Of niet? Deze. Deze, harte. En er zijn 2 verkleuren. Oranje en roze, donkerroze. Ja, goed zo. En ik ga voor de donkerroze deze. En daar gaan we dit kwastje voor gebruiken. En waar moet blush? Weet je dat? Aan de wangen. Aan de wangen. Ja. En een beetje op de voorhoofd. Oh, daar ook? Ja. Oké. Okay. Lekker veel, hè? Maak het maar heel mooi. Dus het... Oh, zo. Mooie roze wangen. Hier mag nog een duimel mee. Iets meer? Ja. Dan doen we gewoon iets meer. Ik doe ook altijd heel veel make-up op. Vind jij dat mooi? Ja. Heel veel make-up? Ja. Ik hou daar best veel van. Ja? Oh, ook daar? Hier zo. En een beetje hier. Wauw. En nou, wat gaan we nou doen? Bronzertje, dat bruine. Vind je dat mooi? Wat is bronzertje? Brons, dus zo hier zo dat bruine. Zo een beetje bruin maken hier. Anders ben ik zo wit. Ja. Ja, zullen we dat doen? Dit lijkt op een boek. Is dat een boek? Deze.
Vind je die mooi? Kijk. Nu gebruik ik deze. Het is van... Norpie. Zo. En ik gebruik dit kwastje. Dus dit kleurtje in de vorm van een schelpje. Schelpje. En dan mag je mij een beetje bruin maken. Ik hoef niet meer bruin te zijn. Jij bent al bruin, hè? Ja. En waarom ben jij bruin? Dat heb ik van mijn vader. Mm-hmm. Want waar komt hij vandaan? Curaçao. En jouw moeke? Van Nederland. Ja. Dus ik ben een soort halfbruin. Je bent een mixje. Ja. Oh, nou ben ik wel heel bruin, hè? Ja. Vind je het mooi? Hier is nog een beetje. Oh, daar nog wit? Ja. Oké. Okay. Zullen we beginnen aan oogschaduw? Ja, dat vind ik het leukste onderdeel. Vind je dat het leukste onderdeel? Ja. Wow. Pak maar welke jij wilt gebruiken. Ah, deze wil ik wel even testen. Wow, dit is een paletje. Dit is een paletje. Paletje, ja. Oeh, gouden palet. Oh, die is goud, ja. Daar heb je glitters. Vind je dat mooi of vind je dat niet mooi? Ik vind glitters mooi. Ja? Oh, daar heb je die ook. Deze of dit. Welke heb je gepakt? Alleen maar die? Ja. Niks anders meer? Anders heb je alleen maar glitter, hè? Of vind je dat gewoon genoeg? Glitter en een klein ander kleurtje onder, wat ja, met maar... roze te maken heeft. Ja, met roze. Auw. Ik hoorde die boem ook nog. Nee. Ja, deze! Vind je die mooi? Ja. Oké. Okay. Het is van... Awesome Eyeshadow. Awesome Eyeshadow. Ja. En deze kleurtjes zitten er allemaal in. En we hebben deze van... Revolution. Revolution. Ja, goed zo. En eerst welke gaan we beginnen? Deze... Omdat daarna... Wacht, we hebben een kwastje nodig. En we gaan voor welke kleuren? Deze. Doe maar dat laten zien. Doe maar draaien. We gaan... zie je deze glitter? Deze gaan we pakken. Ja. Roze. Ja. Roze, omdat het moet wel roze blijven. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld, ik pak blauw en die roze glitter, dat is niet mooi. Dat is alleen leuk voor kinderen. Ik vind het zelf ook niet mooi. Nee, vind jij het ook niet mooi? Want wat ben je nou allemaal aan het doen dan in huis? Tekenen, werkboeken, lezen. Van alles wat je kan bedenken op school, wat je op school doet. Dus gewoon wat je op school doet, moet je gewoon nou doen in huis? Ja. En nu gaan we dit kwastje gebruiken. Laat je het zien, hoger. Deze. Kijk, ja, goed zo. En nu moeten we ook deze gaan gebruiken. Mooie glitters. Ik denk dat ik voor die ga en die. Ja, dan gaan we met de lichtste kleur hier. Wow, ik ben tevreden over mezelf. Is het mooi? Is het zo mooi? Ja, echt. Gelukkig. Wauw. Oh, mooi roze, hè? Jouw kleur wordt vandaag roze. Mijn kleur wordt roze ook. Hallo? Wat missen we nog? Lipstift? Ja. Wil je lipstift, lipgloss? Wat wil je doen? Een glossje? Pak maar welke jij wilt gebruiken. Nee. Die is rood. Ja, welke kleur wil je gebruiken? Jouw kleur is vandaag roze. Dus moet roze. Ja. Hier is roze. Kijk, hier is roze. Hier, hier. Oeh, deze ziet er leuk uit. Oh nee, die. Vind je die mooi? Die is ook roze. Terug. Ja. Als we iets missen, moet je het zeggen. Ja, wacht, dan ga ik het je vertellen. Ik mis iets. Wat mis je? Een potloodje. Wil je die ook doen? Ja. Oh. Ik heb het nog nooit gedaan. Maakt niet uit, gewoon oefenen. En dan de lipstick. Laten we weer zien aan mensen. Lipstickje. Lipstickje van... Bella Pierre. Die moeten we binnen de lijntjes doen.
Hé, die matcht ook met elkaar. Mm-hmm. Ja. Mooi, roze. Lekker fel, hè? Ja. Missen we nog iets? Een glow hier? Ja. Highlighter? Iets met een roosachtig. Ik ga voor een paletje. Wil je een paletje? Oeh, deze is van, kijk, deze is van roze. Mm-hmm. Dus ik denk dat deze wel een goede is. Ik ga denk ik voor de roze kleurtje die ik doe maar weer laten zien aan kijk, de mensen wat je gebruikt. Ik ga voor mij voor deze, omdat ik zie geen echte roze. En die mag je zo hier doen. Oeh. Oh, kijk, dan doen we het gewoon zo blenden. Kijk, en dan is het goed. Wauw. Mooi, hè? Ja. Wow. Missen nog één ding? Wat missen? Een beetje mascara. Ja. Ja, dat ook nog? Pak maar hier deze, welke jij wilt. Roze weer. Wacht, kijken. Ik moet wel kijken hoe dat eruit ziet. Deze is van, ik kan niet zo netjes lezen. Miss Lin. Miss Lin. Ik vind het eng. Vind je het eng? Ja, ik heb dat ook nog nooit gedaan. Ja, misschien is dit niet een heel slim idee. Hoe moet ik doen? Gewoon zo een beetje op de wimpertjes. Ja. Vind je het eng? Ja. Vind je het te eng? Doe maar rustig aan. Oh. Oh, nee, want ik maak het erg. Oh, we halen het zo weg. Ja, ja. We laten het zo. Oké, kijk. Ja. Dan doe ik zo een beetje zo. Een beetje zo. En doe het gewoon zo weg. Maar kijk. Oh, oké. Okay. Wat missen we nou nog? Lijn, een zwarte lijn. Eyeliner. Een wing, ja. Eyeliner. Ja, wil je die ook doen? Weet je, daar hebben ze ook 5 minuten kwartier voor. Hè? Dan doe je gewoon hier zo in een klein puntje, plakband. En dan kan je daar zo eyeliner doen. Waar heb je dat geleerd? Op tv. En dat werkt ook echt. Ja? Oké, okay, nou dan gaan we dat doen. En dan hebben we hier plakband. Plakband. En wat moeten we dan doen? Okay. Wat heb je geleerd? Doe dit nooit zelf. Nou, denk ik. Ik weet niet hoe het echt werkt. Oh, zo. Moet hij niet zo recht? Kijk, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Zo. Toch? Ja. Oh nee, doe ik dit goed? Doe ik dit fout? Je doet niks fout. Oké. Okay. En ook zo hier een lijn. Echt? Ook nog, ja, op het oog. Op de rand. Op de rand, waar? Ja, goed zo, zo'n zwarte lijn. Voor de mensen die denken van, huh, dat is toch niet zo heel erg mooi? Ik doe dit nooit thuis. Ik gebruik deze make-up niet, ik gebruik kindermake-up. Ja, dat is anders. Dus voor de mensen die vragen, dat... is een beetje, maar... Nee, je bent er gewoon aan het oefenen. Ja, mensen vinden het gewoon mooi. Ja, ik heb het nog nooit gedaan voor mijn hele leven. Oké, nou dan hebben we nou ook een wing. Wat gaan we nu nog doen? Wil je nog iets doen aan mijn gezicht? Of is het klaar? Misschien nog spray, fixing spray, dat alles mooi blijft? Ja. Ja? Ruiken ze ook lekker? Sommigen wel. Niet allemaal. Roze match. Roze weer. Eerst ruiken. Ruikt hij lekker? Mooi. Mooi. Oké, en dan moet je het doen op mijn gezicht. Ja. Ja? Hoeveel? Gewoon 3 keer of zo. Nee, nee. Beetje ver weg. Ja, daar, ja. Weet je wat ik nog mis? Wat mis je nog? Blush moet ook een beetje hier. Een beetje hier blush? Oh, ja. Tuurlijk. Ik vergeet nooit iets. Nee, er moet ook blush hier, hè? Ja, dat is ook goed. Ja, oké, dan doen we ook hier blush. De donkere was deze. Als jullie het daarom vergeten. Lekker veel, hè? Ja, ik hou van blush. Doen we ook blush zo in de nek? Ja. Wauw. Dat doe je altijd bij een beetje bij de kin hier waar het ziet. Oh, dat hoort zo. Ja. Oké. Ik blik weer blush. Ik hou blush. Roze, is dat jouw favoriete kleur? Nee, blauw. Blauw? Maar toch heb je nou alles roze? Ja, roze is mijn tweede lievelingskleur. En op 1 blauw. En op 3? Paars. Dus blauw, roze, paars. Ja, dat zijn de unicorn kleuren. Unicorn, wauw. Nou, dan zijn we klaar. Klaar met onze video. Wat vind je van de look? Ja, alleen dit
Die lijn. Ja. Nou, dan mag dit weer af. Nou, ik ben lekker bruin, ik ben lekker roze. Yep. Vind je het mooi? Vond je het leuk? Ja. Ja? Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En we gingen voor de 12.000. En abonneer op Sarah's kanaal. En